En we staan hier aan de achterkant van de Emanuelshuizen, de vroegere weeshuis. Weeshuizen helemaal gestopt, opgehouden. Er zitten nu ateliers in. Officieel het huis met de hoofden. Ik wil je afvragen, waar zitten die hoofden dan? En die hoofden zitten aan de binnenkant als ondersteuning van de balk. Dat is mooi dat je het hoofd eruit kunt snijden. In het straatje hebben ze de opnames gemaakt voor bij ons in de Jordaan. Ze vinden Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar... In die tijd had ze vol iets van 16 bierbrouwerijen. En meer was hygiënisch dan water. Dus kinderen dronken ook al bier. Ja. Nou, hier staat ook een bierbrouwerij. En met het Witte Klaver 4 biergebrouwer. Nou, uiteindelijk is het allemaal wat verdwenen uit de stad. We hebben nog één bierbrouwerij. En die ligt wat buiten het centrum. Dat is weer ambachtelijk wordt er weer gebrouwd. Hoestraat, zo genoemd omdat waar we net liepen waren vroeger allemaal stallen. En dus het vee ging door de koestraat, door de poort naar buiten. En dan waren ze allemaal opgebuurd, gingen ze grazen en s'avonds weer terug. Nou, zoals gezegd, we hadden iets van vijf van dit soort poorten. Allemaal afgebroken. Gelukkig is de mooiste poort in behouden gebleven. Ah, dit is ook zo'n plein, dat was 3 jaar geleden ook nog allemaal auto parkeren. Hier het postkantoor, het schild hebben ze nog mooi laten zitten. Nou, het postkantoor is verdwenen, maar boven appartementen in gemaakt. Beneden zit nu een restaurant. Je ziet nog waar de poort dan heeft gestaan. Met de muur. Nou ja, dit is de winkelstraat, de Diezenstraat. Die eindigt dan in het centrum. Rijke dame en die woonde hier en die had bovenruimte en dan vuurde ze aan vrijgezelle oudere dames in het appartement. En ze is overleden, dus het ondergedeelte is museum geworden. Bovenop hebben we de beschermengel, Michael. Ah, zijn broertje staat dan hier. Zie je een gevangenis, een risicovol gevangenis. Gevangenen die als ze werden opgehangen, gingen ze naar het plein. En dat laatste stukje ging die ademhaling. Is
zo overgebleven van de kruidenierstijd. Dat was in 1680, dus dat is wel behoorlijk oud. Er bestaat nog de monumentenlijst voor de kruidenierswinkel. Dus over de originele status. En deze kastjes zijn ook gewoon tegen de vroegere stadsmuur aangebouwd. Er zit dus helemaal geen achterkant in, maar het is gewoon tegen de muur. En hier zit ook nog zo'n rand waar je vroeger nog voor de ratten en de muizen kon je daar zo'n schuif in doen. Maar die hebben we nooit meer gevonden. En dit zijn, het is ook begonnen met de zwarte steken. Daar is meneer Van der Kolk mee begonnen, de zwarte steken. Dus het steken heeft te maken met het feit dat het uit suikerdeeg die vierkante snoepjes, zoals de Haagse hokjes, werden gestoken. De families hadden één zo'n suikerballetje op een schoteltje midden op tafel. En iedereen die wou, die mocht hem even lenen. Het werd zo lekker gevonden dat het nog... Dat werd belangrijker gevonden dan waarschijnlijk dat het een beetje onsmakelijk werd. Zeker bij het vierde bakje, dan werd hij natuurlijk wat slijmerig.